Hier, kijk, ik kreeg die fuchsia, mijn vader had hem. Hier, en hij gaf hem door aan mij. En ik geef hem weer door aan zijn. En hij heeft nog geen doorgeven, maar dat komt misschien ook nog wel. We zijn nu bij Kwekerij de Schakel, de Heugweg 23 in de Lier. Wij kweken al 30 jaar fuchsia's. Dit is vader Dook, dus eigenlijk de beginner van de fuchsia's. Dit is Kok. En dit is Art. Hij heeft natuurlijk ook alle soorten. Ja. Dus dat is ook wel meerwaarde, hè? Dat je gewoon alle soorten bellen leverbaar hebt. En in de webshop kunnen kopers gewoon zeggen, joh, ik wil bij Van der Akker wel die en die soort hebben. En dat kunnen ze gewoon krijgen. Wij op onze manier van kweken zijn heel goed voor die bakjeshandel. En waar een andere kweker niet op zit te wachten, die zitten vaak in die volumes te denken, gaan wij toch vaak, ja, is het een bakkie, dan krijgen ze hem. Ja. En dan allemaal dit soort treetjes, willen ze 1, 2, 3 treetjes. We maken die denen mee vol en ja, dan, uiteindelijk heb je ook weer een deen vol, maar wel met allemaal soortjes. En dat moet je als kweker ook willen en het moet ook bij je passen. En ik denk dat wij daar wel redelijk goed in zijn. Waarom heb je eigenlijk gekozen voor Hendricks als stekleverancier? Omdat hij hele goede stek had en ja, je kon wel een beetje horen met die lui. Ja. Je had een klik met die mannen? Ja. Ja, dat is het. Ik heb het altijd heel aardig geluid gehoord, want ja. Echt geen stek gekomen. Ja. Kijk, hier staat daar op baas. Jongens, daar is het allemaal mee begonnen. En die kan gewoon een uur daar staan zo. En dan staat hij ook wel. Staat hij gewoon een uur naar die fuchsjes te kijken. Maar dat is ook passie. Dat, hij heeft er zeker van gehouden. Was ook altijd met die dingen bezig. En daarom telen hij ze nou nog, denk ik. Dan loop ik altijd even een rondje. Dan wil ik even zien hoe het erbij staat. Met name fuchsjes. Mijn kompje zwart elke dag. Maar dan moet ik gauw mee stoppen, want ze zien me liever gaan en komen. Dit is schitterend.